Maar juist met de vergrijzing en de veroudering in Nederland zou juist zo'n partij toch enorm sterk moeten zijn. Tuurlijk, maar dan moet je stoppen. Als je ook al eens kijkt in Nederland hoeveel seniorenverenigingen er zijn, oudere bonden, die elkaar de tent uitknokken. En dat is jammer, want ouderen worden wel degelijk gepakt. En als ze schouder aan schouder zouden gaan staan en gezamenlijk iets zouden aanpakken, ja, dan zou er wat kunnen veranderen. Want dat doe jij nu, hè, met dat hele pensioengebeuren. Ik mag het hopen. Jij bent nu los. Ja, het gaat de goede kant op. Pensioen voldoen. Hij zat vorige keer bij ons in uitzending, dus we noemen die website er gelijk uit. Ja, dat kan toch niet. Je zei het en ik dacht dat je geintje maakte. Dat was echt waar. Hij knalde er gelijk uit. Die website. En dat is dan een website waar bijvoorbeeld ook de corona-app opgedraaid heeft. Dus capaciteit genoeg, maar dankzij het programma. Boom. Ja, het was ongelooflijk. Dat zegt genoeg, toch? Ja. Ja, dat heb je het meegekregen waar Henk mee bezig is? Ja, ik heb dat voor de uitzending even gelezen. Oh, oké. Ja. Voor de uitzending even gelezen? Tot die tijd wist je dat niet? Nee, daar was ik niet van op de hoogte. Okay, het hele is ook maar een week oud. Een week zijn we bezig. Nou, zit je met weer gewoon een soort voor de bus te gooien? Nee, dat moet hij ook doen, hoor. Maar 136 miljard? En hoeveel was het nou, de claim van jou? 137. Ja, 137 miljard, ja. Nou, dat is allemaal het geld van je kleinkinderen. Nee, juist niet. En dat is zo'n idiote D66-leugen. Die iedere keer weer... Het is niet waar. Luister nou, even heel simpel rekenen, hè. Elk jaar komt er 50 miljard. Henk die trouwens zegt simpel rekenen, vind ik al heel leuk. Maar ga door, ja. Ja, elk jaar. Let je wel even scherp op. Ja, ik noteer. En ik weet dat het anders veel te ingewikkeld voor je wordt. Elk jaar komt er zo'n 50 miljard aan inlegpremies binnen. Elk jaar gaat er 45 miljard aan pensioenen uit. Kom je dat geld tekort of hou je dat geld over? Ik kom op 5 miljard nu. En daar komt dan nog gemiddeld per jaar 100 miljard bij, wat ze binnenhalen aan beleggingen, aan alle investeringen die ze gedaan hebben. Dat is dus geld wat nu niet, omdat er niet geïndexeerd wordt, gaat niet naar de ouderen toe, maar blijft juist voor die kinderen en de kleinkinderen in de kas zitten. Als we zo doorgaan, over 20 jaar, dan kan een baby die pas geboren wordt meteen met pensioen gaan. Ja, nou, maar nu is er iets gebeurd. De indexering heeft nooit plaatsgevonden sinds 2007. Precies. De nieuwe pensioenwet, dat was een Europese richtlijn of regel, dat is niet helemaal duidelijk. Maar het was zo dat daarvoor werd dat indexeren wel meegenomen volgens de Europese richtlijnen. Daarna is dat niet meer gebeurd. En in Nederland wordt er dan gezegd dat mag. We mogen een eigen vrije interpretatie geven van die Europese regels. Precies. Maar jullie zeggen, dat klopt niet. Nee, dat klopt niet. Dat is ook heel duidelijk. Want waarom is die richtlijn in Europa, waarom is die gemaakt? Die is nou niet gemaakt voor Nederland, waar we het beste pensioensysteem ter wereld hebben, maar juist voor al die andere landen waar ze veel slechter systeem hebben. We hebben 1500 miljard in kast, wist je dat? 1500. Ja, meer zelfs hoor. Meer ook. Echt meer. Vorige week zeg maar rustig, de deskundige. Is een week meer geworden? Nee, het is 1600 miljard. Nou, dus een week ongekend is 100 miljard bijgekomen. Nou, die richtlijn is door Europa gemaakt om die landen waar het slecht gaat met gepensioneerden, om die te beschermen. En die richtlijn is dus bedoeld om ouderen te behoeden van armoede. En als je dan als land zegt, nou, bij ons gaat het zo geweldig, bij ons klotst het tegen de plinten omhoog, wij willen wel wat afwijken, maar wij willen juist dat die ouderen armer worden. Ja, dan begrijp je dat dat tegen de bedoeling van de Europese wetgeving is. Je hoeft mij niet te overtuigen, Henk. Dat heb je vorige week al gedaan. Maar, dus wat dat betreft... Maar ouderen, dat zijn toch de rijkste mensen, de rijkste generatie van heel Nederland. Gelukkig wel. Alle geld zit daar. En gelukkig wel. Maar ga nou met mij eens een keer, de dag voordat nieuwe AOW wordt uitbetaald, ga eens een keer met mij de supermarkt in. En als ik dan zie dat er een vrouwtje met een boodschappenmandje staat, die bij de kassa dat pakje met rookvlees weer even terug moet leggen, omdat ze geld tekort komt, dan denk ik, voor die mensen wil ik opkomen. En dat meen ik serieus. Oké, en dat doe je via een stichting? Ja. Hoe heet die stichting? Die stichting heet pensioenvoldoen.nl. En op die website kun je aanmelden. Kun je ook meteen uitrekenen hoeveel geld je tekort komt. Overigens, het nadeel is, ik moet het steeds aan journalisten uitleggen, maar de meeste journalisten zijn freelancers. Mm-hmm. Die zitten niet bij een pensioen. Nee, die moeten hun eigen pensioen opbouwen. Ik heb dat niet makkelijk. Dus die zijn totaal niet geïnteresseerd. Maar de mensen thuis, die luisteren en die wel pensioen opbouwen, ook de mensen die werken, die moeten weten dat ze vreselijk gekort zijn. Patrick? Nee. Freelancer. Ik krijg een enorm pensioengat in Afrika, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Heel, heel dom eigenlijk. Maar even, er zijn dus juridische kosten aan verbonden. Wie betaalt dat? Er is een kleine groep investeerders. Kijk, je moet weten, je ziet dat bij alle andere kwesties die er zijn. Hè? De toeslagenaffaire, de Groningencrisis. Er is niet een sterke partij die zich verzet tegen de staat. Als je je wilt verzetten tegen de staat, je wilt daartegen procederen, dan moet je van goede huizen komen en dan moet je een enorme zak met geld hebben. Nou, dat hebben al die clubs niet. Vandaar dat die mensen met de toeslagenaffaire nog steeds in de zorg zitten. Maar wie zijn dat dan, die partijen? En wij hebben gelukkig een partij gevonden,
een financier die zegt... Hoe heet die? Daar ga ik geld in stoppen. Hoe heet die financier? Martin Marvin. Maar die heeft een groepje mensen om zich heen verzameld. Ken hem niet, die zegt, wij gaan zorgen dat dit tot op de bodem wordt uitgezocht en dat er geld genoeg voor is. Ja, en dat doen ze belangeloos. Dat doen ze belangeloos, neem ik aan. Nee, natuurlijk is dat niet belangeloos. Als je nou gaat kijken hoe dat dan meestal is, want wij als stichting hebben natuurlijk gezocht, wie wil dat dan financieren? Ja. En dan zijn er mensen, ja, dat willen we wel. En in Amerika zijn dat dan percentages van 40%, 30%, 20%. Maar hier? Maar lager dan dat kom je niet. En hier in Nederland was een partij die zei, ik wil het wel doen voor maximaal... 4,5%. 4,5%. En die 4,5% hoeven de mensen die het geld terugkrijgen niet te betalen. Hmm. Want er is gelukkig een arrest van het Hof hier in Amsterdam. Ja. Die zegt, als je zo'n megaclaim indient, en dat kan goed zijn voor de rechtsgang, dus daarom zou je het moeten doen, dan moet uiteindelijk de veroorzaker van de schade, in dit geval de staat, die moet dat ophoesten. Nee, ik moet even kijken hoeveel 4,5% is van 137 miljard. Dat is niet verkeerd, lijkt me dat, als ik het zo bereken even. Maar nu eventjes de werkelijkheid. Wat? Ja, dat is toch heel veel geld? Ja, dat is belachelijk veel geld. Ja, dat is bizar veel geld. Belachelijk veel geld. Dat gaat ook nooit gebeuren natuurlijk, dat snap je ook wel. Waarom niet? Maar dat is wel de claim die je op tafel moet leggen, omdat dat je onderhandelingspositie is. 9-0, toch? Maar zeker. Oh, dat past niet op mijn telefoon. Nou ja, zo'n rekenmachine staat... Maar er is niet eens genoeg geld om de Groningers te betalen, weet je? Er is toch helemaal geen geld in Den Haag op dit moment? Ja, en dat is het leuke. Dit is geld wat er wel is, want dat geld zit in de kassen van de pensioenfondsen. En als dat geld wordt uitbetaald, is het zelfs gunstig. 6,165 miljard. Ik kom zo bij je, wacht even, Wilfried. Ja. Ik leg even uit aan haar hoe het zit. Ja. Als dat geld wordt uitbetaald, dan is het loon. En daar moet er belasting over betaald worden. Dus het is fantastisch voor de Belastingdienst en fantastisch voor de staatskas. Want er komt extra geld binnen. Goed voor de economie. Dus daar die Groningers eindelijk van betalen. Ah ja, oké, dat is de oplossing. En bovendien komt er meer geld in de economie. Dat is gunstig voor ons allemaal. En als het geld er nou niet was, maar het geld is er heel dik. Maar die Mark Martin met zijn 4,5% die lag zich helemaal rot natuurlijk. Nee, want die heeft natuurlijk ook al lang gezegd... Met zijn 6, die heeft een risico genomen toen het nog niet zo'n succes was. Kijk, nu merk je dat er zelfs mensen zijn die mij opbellen. En die zeiden, kan ik deelnemen? Kan ik ook geldschieter worden? Want dat gaat helemaal lukken wat jullie doen. Nee, hij heeft zijn nek uitgestoken toen nog niets bekend was. Mm. En toen we nog niet wisten, gaan zich duizend mensen melden. Zou je niet denken melden dat hij zich eerst goed verdiept heeft in de hele materie? Hij zal zich er eerst goed hebben verdiept in de materie. Hij heeft zich zinnig goed verdiept in. Maar ook hij is verbaasd dat we in zo'n korte tijd zo enorm veel inschrijvingen hebben. Want het is ongekend. Ik denk dat het nog nooit in A is dit de grootste claim die ooit in Nederland heeft plaatsgevonden. Maar B is ook nog nooit in een week tijd, en dank je wel, want het heeft echt ook te maken met het programma afgelopen vrijdag, VI, waar we toen zaten. Maar in een week tijd zoveel mensen als zich nu hebben aangemeld, is nog nooit gebeurd in Nederland. Wanneer diende dat kort geding dan? Dat was toch 7 juni? Afgelopen woensdag. Ja. Dat was lachen. Ja, maar wat is eruit gekomen dan? Ook dat is weer heel erg leuk. De rechter had kunnen zeggen, ik ben niet ontvankelijk. Hè? Gaat u maar naar een gewone rechter toe of gaat u maar verder. Maar ik ga dat niet doen. Maar hij heeft aandachtig geluisterd. Hij heeft echt de verhalen van onze advocaat, meneer Wouters, heeft hij aanhoord. Hij heeft door ook Mark geluisterd naar hetgene wat Pels Rijke, de advocaat van de staat, te melden had. Bij ons had hij geen vragen. Bij de advocaat van de staat vroeg hij voortdurend, maar hoe zit dit dan? En waarom hebben jullie het dan niet anders gedaan? En normaal zegt zo'n rechter na afloop, ik doe meteen uitspraak, want het is een kort geding, dus het is spoedeisend. En in zijn geval zei hij, ik doe meestal na een week of na 2 weken uitspraak. Maar dit is een zaak, die wil ik heel goed voorbereiden. Ik neem er een week langer de tijd voor, dus over 3 weken... Hij gaat niet op vakantie, hij gaat er echt aan werken. Hij gaat echt aan werken, over 3 weken doet hij uitspraak. En het feit dat hij dat zo zegt, zal hij wel met een opmerking komen. Ik kan me niet voorstellen dat hij zegt, ik wijs het toe. Maar als hij nu met een opmerking komt, ik zie er zoveel... Ja, haakjes aan zitten, waardoor het nader onderzocht moet worden. We kunnen daarmee verder procederen, ben ik dolgelukkig. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.